Maar eerst aan jou, Frank. Want de Consumentenbond trekt aan de bel over zorgcontracten. Ja, de zorgpremies die zijn inmiddels bekend. We weten omdat het ons allemaal ongeveer gaat kosten. Maar wat we er exact voor krijgen, daarvoor over maakt de Consumentenbond zich grote zorgen. Vanochtend op de voorpagina van de Telegraaf. Zorgcontract weer dure gok, staat daar groot. Wat is er nou aan de hand? Wij betalen aan zorgverzekeraars die op hun beurt dan weer afspraken maken met de aanbieders van zorg. Die contracten die zouden op 12 november rond moeten zijn. Als u even naar de agenda kijkt, dan zegt die vandaag 14 november. En veel contracten die zijn nog blanco. Dus als voorbeeld, stel je hebt een budgetpolis afgesloten voor komend jaar. Dan bestaat de kans dat je alsnog moet bijbetalen voor een behandeling, omdat nou net jouw ziekenhuis niet binnen dat contract valt, wat er mogelijk dus nog moet komen. Vorig jaar zaten we ook al opgescheept met dit soort blanco checks. En dus is de Consumentenbond er helemaal klaar mee. Zij roepen de zorgautoriteit op om actie te ondernemen. Nou, zij zijn de toezichthouder binnen het zorgstelsel. Dus zij kunnen ingrijpen en verzekeraars en zorgaanbieders afdwingen om contracten met elkaar te sluiten. Of daar in ieder geval duidelijkheid over te geven. Want als ze geen contract met elkaar sluiten, weet je ook waar je aan toe bent. Nou, wij constateren dit al jaren en het is heel vervelend dat het dit jaar weer niet gelukt is. En soms zie je zelfs dat na 1 januari, dus echt als je je keuze gemaakt moet hebben, dat het dan nog niet rond is. Ja, en feitelijk vraag je dus consumenten om te tekenen, blind te tekenen voor een zorgpolis. Oriënteer je vast, maar zolang de contractering nog niet rond is, wacht dan nog eventjes met overstappen. Ja, mevrouw van der Plas, het lijkt me meer dan onwenselijk. Ja, en dat dat ook al zo lang is, dat het eigenlijk elk jaar weer hetzelfde is. En ja, ik weet niet exact wat de achtergrond is, maar het lijkt me erop dat het ook weer gaat om de goedkoopst mogelijke zorg. En blijven onderhandelen voor die pakketten. Ja, dan denk ik, ja, de consument die heeft gewoon inderdaad gewoon recht op om te weten waar die voor tekent. Ja, want dat is inderdaad het resultaat. Dat mensen dat niet precies weten. U bent natuurlijk een tijd minister voor medische zorg geweest. In coronatijd weliswaar. Ja, hoe komt dit dat dit dus al jaren niet goed lukt? Gesprekken, onderhandelingen over van hoeveel zorg moet er worden geleverd en wat is de prijs daarvoor. Dus dat betekent dat die onderhandelingen, echt, mevrouw van der Plas zei het ook al, dat er onderhandeld wordt. Ja, en dan vaak moeten allebei de partijen een beetje toegeven. En dat gaat soms op het scherp van de snede. Maar dat wordt zo lang gerekt, of dat duurt zo lang, dat mensen zelf dat niet weten waar ze aan toe zijn. Overigens komt dat meestal ook goed, hè? Want dan ook het feit dat er geen contract is, wil niet zeggen dat er geen zorg geleverd wordt. Dus meestal wordt het dan achteraf wel geregeld. Maar het is voor de consument natuurlijk niet goed dat je niet weet waar je aan toe bent. Dus het is goed dat daar nu weer een keer op gelet wordt. En dus vanuit deze oproep, hè, van de Consumentenbond.